Ja, wat je meer ziet doen is een is handbiken. En geloof me, als je erin gaat zitten en het zelf gaat proberen, dan denk ik dat je net zoals ik een zwaar verslaafde gaat raken. En zo verslaafd dat je nog zo gek bent dat je elke dag gaat trainen mee. Het is gewoon een gigantisch mooie sport. Je ziet hiervoor zie je een derailleur op mijn fiets zitten. En een derailleur is iets wat op elke fiets zit. Maar bij de handbike zit het er allemaal verkeerd om op. Het is allemaal op zijn kop en het werkt prima. Ik kom daarnaast ook wel bij kijken dat ik hier op Papendal aan het fietsen ben. Vandaag. Het kloppende hart van topsport op Nederland. Ja, en een plek waar je heel veel energie op kan doen. Maar alle topsporten bij elkaar hun ding doen. Namelijk zo goed mogelijk bezig zijn met hun eigen discipline. En deze sport zou ik niet kunnen doen op het niveau wat ik nu doe. Zonder steun van NOC-NSF, waardoor ik mijn huidige baan als buschauffeur deels kan laten vervallen. Maar Connection, mijn werkgever, overigens heel goed aan meewerkt en mezelf ondersteunt met dagen geven. En zonder al mijn sponsoren die hier op mijn pak staan. Dat zijn toch wel hele belangrijke factoren om de topsport op het niveau te kunnen doen waarop ik het doe. Ik ben nu in de gelukkige omstandigheid dat ik in september Nederland mag vertegenwoordigen op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. En dan waar ik op 14 en 15 september respectievelijk de tijdrit en de wegwedstrijd ga rijden. Een fantastisch doel waar ik alle energie voor heb. Omdat het een mooi evenement te laten. Eigenlijk om het, mooi, om het evenement te laten slagen voor mij. En dat is toch wel een medaille. Alle bedrijven die me ondersteunen. Maar zeker met topsport is familie ook een heel belangrijke factor. Mijn familie steunt me door dik en dun. Ik op 37-jarige leeftijd, nog voor de Paralympische Spelen te mogen gaan. Daarin geven ze me alle tijd en ondersteunen ze me daar waar nodig is. En dus, ik heb 3 mooie kindjes, een mooie vrouw. En ja, die hebben ook wel eens de aandacht nodig. En als ik dat, als dat in goede banen wordt geleid, door mijn familie, heb ik ook rust in mijn hoofd. En weet ik dat mijn kinderen gelukkig zijn met mijn vrouw. Het klinkt heel zwak van mij, maar het is toch wel iets wat heel erg mijn humeur bepaalt. Het begint nu verschrikkelijk te regenen. Maar ja. Het fietsen blijft toch leuk. Ja, in Nederland te fietsen, dan weet je dat het ook wel eens kan regenen. Kijk eens op www.handbikertim.nl of volg mijn Facebook Handbiker Tim de Vries en op Instagram en Twitter ben ik ook te vinden. En maak kennis met deze mooie sport. En wie weet kom ik na de Paralympische Spelen wel eens bij jou op bezoek. Hopelijk met een hele mooie medaille.